Gymnastiekvereniging Sport Vereend. Opgericht in 1933. Hele grote vereniging. En waar laat je die mensen nou mee bewegen? Tegenwoordig hebben we home trainers. Noem het maar op, roeimachines. Van allerhande middelen om, om bewegingen, spieren te ontwikkelen, bij te houden. Maar dat was het vroeger. Ja, was dat toch allemaal een brug te ver voor veel mensen. En wat moet je dan als gymnastiekvereniging organiseren voor je leden? Men bedacht de kegels. Met deze kegels werden dus oefeningen uitgevoerd, waardoor je dus de bewegingen maakt die, ja, die goed waren voor je gezondheid en voor je lijf en leden. En mevrouw Mudde heeft ze bewaard en via via geschonken voor de collectie van het Museum van Zuilen. En ja, heel mooi op deze foto zie je dus de dames met hun kegels. Of dat ze gaan beginnen met het jongleren ermee. Of dat ze er net de klus op hebben zitten, weet ik niet. Maar het is wel een mooie aanvulling op het plaatje. De kegels die gebruikt werden, deze dan door mevrouw Mudde bij Sportvereen. Om lichamelijke oefeningen soepel uit te voeren. Dus geen home trainer, geen racefiets, geen roeimachine. Houten kegels, daar kan het ook mee.